En inmiddels bij mij aangeschoven aan tafel Rembrandt Freres, concertpianist. Bijzondere combinatie, wel jazz en klassiek. Maar je zit hier vanavond voor de jazzsector. Want die is ook, wordt op dit moment hard getroffen. Begrepen. Zeker, ja. Ja. Ik denk dat Nederlanders zich soms ook misschien niet goed genoeg realiseren dat bijvoorbeeld het Noordje Jazz Festival het grootste indoor jazzfestival ter wereld is. Ja. Is natuurlijk geannuleerd deze zomer. Bimhuis is ook de... Nou, vinden we eigenlijk allemaal wel alle jazzmuzici de beste jazzclub van Europa. Dus ik vertegenwoordig min of meer 300 professionele jazzmuzici die wereldwijd spelen, zoals wij zelf ook. Ja. En ik ga natuurlijk een eigen stuk zo meteen spelen, dus het leek me ook goed om de Nederlandse componisten ook mee te nemen in dit verhaal. Ja. Dus ik vertegenwoordig dan ook maar 100 Nederlandse professionele componisten. Die gaan er ook nog bij op. Zeker, ja. Dus totaal 400. 400 man zou ik zeggen. 400 man zit je hiervoor. Op het digitale Malieveld zouden aanschrijven. Ja, nou, je was niet te hopen dat ze vanavond nog allemaal naar het Malieveld toe gaan, want dan hebben we echt een groot probleem. Ja. Maar wel heel mooi. De Noordzee Jazz Festival, hoe groot is die? Is dat een catastrofe dat dat niet doorgaat? Ja, dan? Voor de sector absoluut. Je hebt natuurlijk in de jazz community in de hele wereld ontmoet men elkaar op Noordzee Jazz. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het grote publiek denkt, het grootste jazzfestival ter wereld staat in New York of Chicago. Nee, dat is bij ons in Rotterdam. Dat is gewoon in Rotterdam. Ja. Dus het is voor de jazzsector echt natuurlijk verschrikkelijk, ja. Want je ziet elkaar ook spelen. En zoals je weet, in de jazz improviseer je natuurlijk. En daaruit ontstaan ook waarschijnlijk nieuwe samenwerkingen. Gezelschappen. Nieuwe stukken. Ja, dat soort dingen. Dus dat zo'n leading festival niet doorgaat, is echt natuurlijk een verschrikking. Hetzelfde geldt voor het Bimhuis en voor alle andere jazzclubs die we in Nederland hebben. En niet alleen de muzikanten, maar ook de grote namen in de jazz. Zangers, zangeressen, dat is dat. Ja, natuurlijk. Voor iedereen geldt dat. Het is voor iedereen een ramp. Ja. Jij bent hier vanavond samen. Je bent met... Ja, normaal gesproken speel ik met mijn Rembrandt Freres trio, maar we mochten er met z'n tweeën komen. Ja, want ik zat er al bij. Ja, daar ga je al. Vanavond zijn we een trio met twee personen. Mijn drummer Vincent Planjer. Ja, nou, die zit alvast klaar. Jouw stuk heet Fightsong. Ja. Voordat jij begint, ga jij tekenen voor die 400 mensen hier achter me. Ik wens je heel veel sterkte. En je kijkt me aan alsof je nog iets kwijt bent. Ik moet daar gaan tekenen dus. Je moet daar gaan tekenen. Okay. Ja, precies. Ja, je mag het. Ja, nee, je moet daar getekend worden. Ja. En dan gaan we zo meteen dus luisteren naar een eigen compositie, Fightsong. En dat is wel een titel waarvan ik denk, nou, die kunnen we op dit moment wel gebruiken tijdens deze crisis in de culturele sector. Die staat erop, een echte Rembrandt. Een echte Rembrandt, ja.